Vrijdag 9 juni werd de tweede editie van het Kone Bedrijventoernooi gehouden. De dag begon regenachtig, maar het klaarde snel op, zodat de 16 teams droog hun eerste wedstrijden konden spelen. Dat gebeurde op het jeugdcomplex van ADO Den Haag in het Zuiderpark. Was het tijd voor de kruisfinales in het Kyocera Stadion. En dus op naar het Forumpark, waar eerst een uitgebreide lunch wachtte. Kevin Schenk, we staan hier op de tweede editie van het Kone Business Toernooi. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat fantastisch. Ik moet zeggen, vanmorgen was het even schrikken. We keken naar buiten en kwam natuurlijk met bakken uit de lucht. Dat is het enige wat je niet in de hand hebt. Uiteindelijk staan we hier, stralende dag, tot nu toe allemaal tevreden gezichten. Klanten zijn tevreden, wij hebben het enorm naar ons zin. Dus ja, we kunnen spreken van een succes tot dusver. Ja, Joey, dit is de tweede editie alweer. Vorig jaar was jij er ook bij. Hoe is deze tweede editie zo tot stand gekomen? Nou, eigenlijk als gevolg van de eerste editie natuurlijk. Succesvol en de klanten hebben dat ook zo ervaren. En direct na afloop van het toernooi stonden we eigenlijk in de kleedkamer met onze directeur. En toen stelden we eigenlijk heel brutaal de vraag met z'n drieën van joh, wat gaan we volgend jaar doen? We gaan het gewoon doen. En we hebben de lat wel hoog gelegd dit jaar om te zeggen van nou, we gaan in ieder geval proberen om 16 teams met elkaar te krijgen. Ja, dat is gelukt. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus ik ben blij dat het zonnetje schijnt nu inderdaad, zoals Kevin al zei. Want dat zou wel heel vervelend zijn als het nu ook nog zou regenen. Dus. Ja, precies. En tot slot, op je eigen toernooi mag je eigenlijk niet winnen. Hè? Dat is eigenlijk een ongeschreven regel om je eigen toernooi te winnen. Hoe gaat het tot nu toe bij jullie? We zijn slecht gestart. Je zegt je eigen toernooi mag je niet winnen. Daar heb ik zo mijn eigen ideeën bij. Dat gaan we uiteraard zien of dat gaat gebeuren of niet. De eerste groepsfase waren we niet heel sterk. 2 verloren, 1 gewonnen. Maar door de kruisfinales worden we toch nog in staat gesteld om een stukje verder te komen. Net gewonnen. Dus je zal het zo gaan meemaken. Jullie gaan wel gewoon voor de winst. Ja, het is winnen met klanten, van klanten. Het is natuurlijk hoe je hem wil invullen. Helaas voor Patrick werd de finale niet bereikt. Die ging tussen ADO Den Haag en KNC-eigendom. De afgevallen teams zagen vanaf het balkon van de Sky Lounge en Uno Momento Dado hoe KNC met 2-0 won. Zo kwam er een einde aan een fantastische voetbalmiddag en kon de derde helft beginnen.